hebben inmiddels gezien met differentiëcoëfficiënt hoe je de snelheid op een bepaald tijdsinterval, de gemiddelde snelheid op een bepaald tijdsinterval kunt berekenen. Maar de vraag is nu ook, kunnen we of zijn we nu in staat om ook de snelheid op een tijdstip te berekenen? En kunnen we dat doen met het differentiëcoëfficiënt? Nou, we kunnen het in ieder geval gebruiken om het te benaderen. En dat gaan we in deze video laten zien. En we bekijken de volgende situatie. We hebben een toren en vanaf een 150 meter hoog wordt een steen losgelaten. De afgelegde afstand S vanaf het punt van loslaten, dus vanaf die rand, is de afstand S in meters gegeven door de volgende tijd-afstandformule. S is 5t kwadraat met t in seconden. Met t is 0, het moment van loslaten. Nou, hoe kunnen we nu met behulp van het differentiëcoëfficiënt de snelheid op t is 4 benaderen? Nou, ik raad je aan, pauzeer eens de video en denk er eens over na. Hoe zou je nou de differentiëcoëfficiënt kunnen gebruiken om op tijdstip t is 4 de snelheid te benaderen? Nou, de gemiddelde snelheid op elk willekeurig tijdsinterval tussen tijdstip 1 en tijdstip 2, dus tijdsval t in t2, wordt dus gegeven door delta s gedeeld door delta t. De verandering in de afgelegde weg gedeeld door de verandering in de tijd. En in formulevorm kunnen we dat dus ook opschrijven als s t2 min s t1, kortom de afgelegde weg op tijdstip 2 min de afgelegde weg op tijdstip 1, gedeeld door het verschil van de tijdstippen, dus t2 min t1. Nou, t4 is eigenlijk geen tijdsinterval meer. Maar het is een tijdstip geworden. Nou, wat is het probleem wanneer een tijdsinterval een tijdstip wordt? Kunnen we dan nogal het differentiëcoëfficiënt gebruiken? Wat eigenlijk een verschil geeft, rekent met een verschil tussen tijdstippen en een verschil tussen inderdaad de bijbehorende functiewaarde of de bijbehorende afgelegde weg in dit geval. Maar bedenk maar, als t1 eigenlijk hetzelfde wordt als t2, dan krijgen we dus een noemer, t2 min t1. Ja, maar ja, t2 is t1. Kortom, die noemer wordt 0. Maar niet alleen de noemer wordt 0, ook de boven, de teller. Namelijk st2 min st1, dat wordt ook gewoon st1 min st1. Kortom, die wordt ook 0. Dus delta s gedeeld door delta t, dat wordt gewoon 0 gedeeld door 0. En dat is onbepaald. De uitkomst daarvan is niet bekend. Ik bedoel, het kan van alles zijn. 0 gedeeld door 0. Oké, dus we kunnen niet daar zeggen dat die delta t wordt uiteindelijk 0, want dat kunnen we met het differentiëcoëfficiënt niet berekenen. Nou, hoe kunnen we het nu wel doen? Nou, we kunnen het wel heel dichtbij in de buurt komen. Dus kortom, dat tijdsinterval heel klein gaan maken, tot eigenlijk dat tijdsinterval zo klein is dat je bijna zou kunnen zeggen, ja, dan is dat eigenlijk gewoon dat tijdstip. Stel dat we bijvoorbeeld delta t1 nemen, dan kunnen we zeggen, nou, we nemen het interval 4, 5. Wanneer we dit interval 4, 5 in die formule invullen, delta s gedeeld door delta t, want die kunnen we wel uitrekenen. Nou, dit kun je voor jezelf even narekenen. Dan komen we uit op 45 meter per seconde. Dan laten we die delta t nou eens wat kleiner gaan maken. Dus we gaan bijvoorbeeld hem halveren tot 0,5. Dan krijgen we het interval 4 tot 4,5. We gaan dus steeds die t2 steeds dichter bij die t1, die t is 4, kiezen. Dus van 4 tot 4,5. Dat is het gesloten interval. Nou, wanneer we dit weer invullen, dan krijgen we een snelheid van 42,5 meter per seconde. Oké, maar dat is nog veel te ruim. Gaat het nog kleiner maken. Een delta t van 0,1. Kortom, van 4 tot 4,1. En dan krijgen we een snelheid, gemiddelde snelheid, van 40,5 meter per seconde. Kunnen we het nog kleiner maken. Een delta t van 0,01. Dus van 4 tot 4,01. En dan zien we, dan krijgen we een steeds betere snelheid, die steeds beter eigenlijk de snelheid van dat tijdstip geeft. Kortom, we gaan hem steeds meer benaderen. En dan komen we op 40,05 uit. Laten we het nog kleiner maken. 0,001. Dus van 4 tot 4,001. Dan komen we uit op een snelheid van 40,005. Nou, je ziet dus hoe dichter je eigenlijk die t2 bij die t1 gaat kiezen. Dus hoe kleiner je dat tijdsinterval maakt, des te meer gaat de gemiddelde snelheid lijken, of eigenlijk de snelheid op dat tijdstip benaderen. Je kunt wel zeggen, waarschijnlijk zal inderdaad de snelheid op dat punt, op dat tijdstip zelf, 40 meter per seconde zijn. Nou, dit is dus de manier om met behulp van het differentiëcoëfficiënt
niet exact de snelheid op het tijdstip te berekenen, maar wel dus goed te benaderen. Dus hoe doe je dit precies? Nou, bij de snelheid op een willekeurig tijdstip TSA kun je bij een tijdafstandsformule dus de snelheid benaderen met het differentiecoëfficiënt. Op het interval a tot a plus delta t. En als je die delta t dus heel klein kiest, dan kan je dus bijna zeggen, ja, dat is eigenlijk bijna gelijk aan de snelheid in dat punt. Nou, neem hierbij bijvoorbeeld delta t is 0,01 of 0,001. Nou, hier heb je een voorbeeld gekregen van dus het differentiecoëfficiënt gebruiken om de snelheid te benaderen. En in de volgende video op onze website krijg je hier nog een voorbeeldopgave bij om hier dus mee te rekenen. Dus ik zie je in de volgende video.